Vanuit Studio 21 is dit het feest voor 40 jaar BZN. En het grote orkest in de leiding van Cor Bakker. Nou, dit wordt het vanavond, jongens. Anderen gaan voor één keer jullie mooiste nummers en jullie grootste successen ten gehore brengen. En het is dus duidelijk dat jullie toch nauwelijks wisten wat er zou gaan gebeuren vanavond. Alleen, wat jullie zeker niet weten, en dat wordt heel spannend, dat jullie aan het eind ook nog even een medley van jullie grootste successen mogen spelen. Nou, er zijn er twee voorwaarden, dat weten we allemaal, als je in Nederland, in dit wereldje, succes wil hebben. Je moet hele goede muziek maken en je moet vooral gewoon blijven. Dat laatste vinden wij zo mogelijk nog belangrijker. Laat je verder verrassen. Dit is wat er vanavond gaat gebeuren. We kijken terug naar die 40 jaar. En er zijn heel wat mensen die jullie een warm hart toedragen die vanavond een rol wilden spelen. Zoals George Baker. 70 jaar, dat waren van Stijden. Het snoeiharde bands en wilde meiden. En even de mooiste, en not one of many... was een platina blonde, Sweet Silver Annie.
rehearsal for the late night show. There's a pretty dancer that's really out of sight. Dancing to the blues section will really blow your mind. Sweet Silver Eddie, Sweet Silver Eddie, Sweet Silver Eddie, you know I never saw a girl like you. Sick and tired of treadmill light. When you're coming home, but everybody's gone, you're waiting for a lonesome night. Don't be down, you know what you gotta do. Let's go through the city, let's go to the land. Uit welk jaar? Uit welk jaar, Jan? Ja, dat moet ik je schuldig blijven. Ah, 1973. 73. Ja. Beter dan het origineel? Ja, ik vind het echt te gek wat hij doet. Ja. Helemaal top. Het zou een nieuwe single moeten zijn van hem. Het zou ook een nieuwe single van jullie kunnen worden, dit zeg. Dat zou ook toch kunnen. Dit swingt als een gek, hè? Ja, absoluut te gek. Goed stuk dit. Wie had het geschreven, Jan? Dit was een stuk van Hans zelf. Ja. Dat bedoel ik, hè? Dus niet van jullie. Nee. Maar we zijn begonnen met een beetje hulp van anderen natuurlijk. Ja. Nee. En hij heeft jullie wel een beetje geholpen in het begin? Absoluut. Hij zei, jullie moeten een teeny bobber band worden, zei hij. Ja, dat is het niet helemaal geworden, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het was toch de aanzet tot een succes. Ja. Het mooie was, we gaan het vanavond over de persoonlijke keerpunten natuurlijk hebben in die 40 jaar. Maar het muzikale keerpunt was toch eigenlijk wel dat ene optreden in die kerk. Waardoor jullie zeg maar het hard rock verleden voor gezien hielden. Dat was toch een heel belangrijk moment. Wat gebeurde daar precies? Nou, wij als een soort huurcompensatie, want we moesten in de school repeteren. En de leraar zei, jullie moeten dan in de kerk het vormsel, zoals wij katholieken, verzorgen. En toen zei de pastoor, jullie moeten nu ook de nachtmis maar gaan doen. En toen we dat deden, toen was iedereen laaiend enthousiast. En het was toch de aanzet om toch ooit dat soort muziek te gaan doen. Ja. Maar het mooie was, hè, of het nou Marie Kwakman in het begin was, Maribel, of dat het naar de hand Annie Schilder was, of Carola. De sound bleef door al die jaren heen herkenbaar. Hè? Ja, daar waren wij wel heel blij mee. Want we hebben natuurlijk ons wel afgevraagd, gaat het wel door? Wij ook. En het ging door, dus het was hartstikke goed. Want je zit hier vanavond. Ja, absoluut. BZN, ik wil jullie ontzettend hartelijk feliciteren met jullie 40 jaar bestaan. 40 jaar, dat is echt onmenselijk. Ik bedoel, Televisiering bestaat nu 40 jaar. We staan hier met alle grote sterren. Ik heb voor de vierde keer een prijs mogen ontvangen. Maar ja, weet je, ik doe 9 jaar televisie. Ik wil niet zeggen dat ik het 40 jaar kan volhouden. Dat vind ik echt chapeau. Petje af. Dus nogmaals, maak er een feestavond van. BZN, gefeliciteerd. Hoi, met Koos. Ik wil jullie feliciteren
met je 40 jaar. Ik heb zoveel meegemaakt. En jullie ook. Jan, ik heb met je gevoetbald. Je was een topper. Maar ik vind jullie allemaal goed. Hé, hey, voor mij en Joke nog 20 jaar erbij. En daarna zien we het wel weer. Doei. Ik wil jullie van harte feliciteren. Niet alleen met het succes, maar vooral met het volhouden van dat succes. Zoveel jaren. Geniet ervan. Ik vind het ontzettend leuk om vanavond bij het jubileumfeest te zijn van deze bijzondere band. En toen ze mij vroegen, dacht ik meteen aan een nummer wat Carola zingt. En wat ze heel mooi en heel ingetogen zingt. En de teksten hebben we allebei wat mee. We hebben het vaak over moederschap en het combineren met ons werk. En ja, daarom vind ik het heel bijzonder om vanavond het nummer Mother te zingen. Petra Berger. Dit is een ander jubileum dat jullie 20 jaar bestonden. Ja, dit heeft wel even wat meer impact voor onszelf ook, maar voor iedereen zo om je heen ziet. Ja. Hoe was het toen jullie 20-jarige bestaan vierden? Was Volendam volgens mij een groots, hè? Toen hebben we een groot openlucht optreden gedaan op wat nooit geworden is, het BZN-plein. Ja. En dat was iets waar we nog steeds met heel veel plezier aan terugdenken, ja. Maar je zou dus 3 avondvullende documentaires kunnen maken over een historie. Maar waar we voor gekozen hebben, als het gaat over materiaal van vroeger, juist hele oude en privéopnames, want die geven toch een prachtig beeld van die 40 jaar. Sinds de oprichting in 1966 heeft BZN verschillende samenstellingen gekend. Pas met de komst van Annie Schilde kreeg de band de bekende Paling Sound.
De Volendammer Kermis was en is nog steeds één grote happening voor iedere Volendammer. Voor BZN betekent het de agenda vrijhouden. In de bekende blauwe bus werd de groep naar de talrijke optredens gereden. Maar ook voor de gezamenlijke vakanties was die bus uitermate geschikt. De eerste optredens waren in dansschool Spruitje van eigenaar Jan Buijs. Die had de bijnaam Spruitje. Iedere vrijdagavond was het feest. En BZN, inclusief Jan Keizer, ging dan helemaal uit zijn dak. Dat je ook ja gezegd hebt tegen de jongens die ik daar zag die jou toen kwamen vragen. Dat mijn ouders dat goed vonden. Ja, die hebben wel even een kritische kanttekening geplaatst waarschijnlijk. Ja, gek genoeg. Zij hebben gewoon het volste vertrouwen in mij. Ja, en je zag meteen ook de goede inborst waarschijnlijk. Ja. Ja. Mooi. Het is de band van alle faam in Nederland. Lekker makkelijk en gewoon toch goed. Helemaal top. Van harte op de volgende 100 jaar. Ik hoop dat jullie nog mogen genieten van de komende jaren. En ik wens jullie nog heel veel succes. Dank u. 40 jaar bij elkaar met pieken en dalen, dat is een groot compliment. Jongens, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd met jullie 40 jaar hebben bestaan. Ik zal niet zeggen dat ik ze stuk draai, maar ik draai ze wel heel erg veel. En vooral op avonden, als we een feestje hebben en je zet een Jantje Keizer op, dan is dat toch wel erg gezellig. Ik wil je hartelijk feliciteren en ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan met z'n allen. Hartelijk gefeliciteerd. In verband met het afscheid van Arnie Schilder destijds en later met de Gebroeders Stol heb ik gekozen voor een liedje met een definitief afscheid. Maar met een paar veranderingen mijnerzijds is het een afscheid geworden met een nieuw begin van een astraal lichaam. Namelijk de geest. Daarom heb ik gekozen voor Wedding Bells. I'm down on my knees, my heart's crying over you, love, still my everything. And it feels like you're here in the chapel where you once gave me my way. Wait.
Piet Veerman, het orkest Kort Bakker en de Joni Singers. Prachtig. Nou, er zijn voor vanavond echt hele bijzondere dingen in elkaar gezet. Maar als ik mag kiezen, ik mag niet kiezen, dan is het nu volgende duo, vind ik toch wel ongeveer het meest bijzondere wat er voor deze avond, voor deze speciale BZN 40 jaar avond, bij elkaar gezet is. Bonsoir Maribel. Hallo Walter Kroes. Hoi. Hallo. Ben jij ook zo blij dat wij vanavond voor de allerbeste band van Nederland mogen optreden? Absoluut. En dat we ook nog een liedje van hun mogen zingen? Ja, en wij vinden zelf het allermooiste liedje in hun 40-jarig bestaan. En dat is... Mon amour. Ah, je t'aime mes chanvres, ah, je t'aime mes fleurs. C'est la vie de vie, isolée toujours. Fleur, ma loi, c'est une formidable quand viens-tu chez moi. Mon amour, tu es ma rose, il ne va jamais passer. Je t'attends de jour en jour, ma loi, c'est Maribel, parlez-vous français? Non, ik ook niet. BZN, ik wil jullie bij deze namens ons twee ongelooflijk feliciteren met het 40-jarig bestaan. Wij gaan dat nooit redden. Dat redden wij niet, hè? Hé, hey, Maribel, comment ça va? Ça va bien? Duo Kwakman Kroes. Nou, ik had niet te veel gezegd, hè? Nee, helemaal te gek. Die Walter Kroes, die moet een Franse carrière gaan doen. Ik vind het echt een beetje Louis de Funès. Maar dit is helemaal geweldig, dit. Helemaal top. Prachtig. Maar dit swingde ook. Die moeten maar eens even met z'n tweeën doorgaan, denk ik, hè? Ja, dat moeten ze doen, ja. Jan, heb je ooit een van jullie nummers door een symfonieorkest instrumentaal laten uitvoeren? Heb je dat ooit zo gehoord? Niet vocaal? Nou, dat hebben we wel altijd graag gewild, maar dat is er tot nu toe nooit van gekomen, nee. Voor zover ik weet niet. Maar het wonder is, dat hebben we deze dagen bij de voorbereiding ook gemerkt, dat er zit zoveel vakmanschap en passie in die nummers. Juist als je ze na een aantal jaren weer hoort en ze worden een keer door een ander uitgevoerd. Maar wat er nu gebeurt is wel redelijk uniek, want ze staan normaal gesproken op podia die 45 keer zo groot zijn. Onlangs nog in Madison Square Garden. En nu moeten ze hier in een heel klein hoekje, want het was een verrassing voor jullie. Het hele orkest van André Rieu. We'll be right back.
Ik denk dat het 40 jaar geleden is dat hij op zo'n klein podium gestaan heeft. André, je hebt ook nog een speciale boodschap voor ons, hè, vanavond. Wat wou je tegen de jongens en tegen Carola zeggen? Ik wou, dames en heren, zeggen 40 jaar BZN, 40 jaar met een groep op de bühne staan. Dat is een ongelofelijke prestatie. Ik weet wat het betekent om met een groep op de bühne te staan. Jongens, ik vind het ongelofelijk wat jullie gedaan hebben. Vooral als je weet hoeveel mensen je in al die jaren plezier daarmee gedaan hebt. En ik kan maar één ding eruit concluderen, dames en heren. Nog een keer 40 jaar BZN! Gefeliciteerd jongens, jullie zijn fantastisch. Ja, maar volgens mij is met zoveel vrouwen op stap zijn als André veel ingewikkelder dan met een meerderheid mannen, of niet? Wat bedoel je, Ivo? Volgens mij is met zoveel vrouwen als André op stap gaan is veel moeilijker dan met mannen, of niet? Ja, maar Carola telt voor 40. Kijk eens in, qua moeilijkheidsgraad bedoel je? Ja, die zit altijd vrij dichtbij, dus dat valt wel mee. Ja, maar één ingewikkeld karakter houdt de rest strak waarschijnlijk. Ja, dat valt wel mee, Carola. Zo erg ingewikkeld is het niet. Jeppa, Jeppa, wist je al dat het zo'n historie had, dat nummer? Ja, het is een oud volkswijze uit Duitsland. En Jan die kwam er een keer van de wintersport mee terug. Hij zei, jongens, hier moeten we wat mee doen. Want de hele zaal, overal waar we komen, is het feest. En iedereen doet ermee mee, dus we moeten er wat mee gaan doen. Dat heb Jan, die heb er een Franse tekst op gemaakt. Het grappige was dat we hadden dat opgenomen voor een andere artiest eigenlijk. Want we namen alleen maar eigen stuk op. En dit was het toch iets, al was het dan een traditional, niet van onszelf. Althans, de melodie niet. Maar toen hebben we het toch uiteindelijk maar op onze eigen plaat gezet. En het grappige is dat het toch een van de grootste hits geworden is die we ooit gemaakt hebben. Want toen we in Zuid-Afrika landen, stonden er duizenden mensen op het vliegveld. En die riepen alleen maar één ding. Jeppa! We konden de motoren van het vliegtuig niet meer horen. Zoveel geluid gaf dat Jeppa daar. Ja, bij de andere kant van de wereld. Leuk. Fantastisch. Maar het is ook een heel goed stuk uiteindelijk. Nou ja, het blijft hangen. Het is catchy, hè? Het blijft hangen. Hier ging net de Polonaise al. Ja. Hè? Na ongeveer 12 seconden. Is dat bij jullie in de zaal ook gebruik? Nou, ik zag jou al. Jij ging al lekker meeklappen. Ik zie jou niet elke dag nee, doen. Voor mij nu ging ik uit mijn dak. Dat bedoel je te zeggen. Nee, absoluut. Nee, maar ik vond het prachtig. We gaan even kijken naar de keer. Ik ben een aantal keren op jullie thuis geweest. Wat heeft het trouwens voor reacties in een dorp? Als je toch een beetje van die persoonlijke portretten op televisie krijgt. Wordt dat iets gevonden? Vinden ze dat een eer? Vinden ze dat spannend? Wordt er dan gereageerd? Nou, onze familie was dus heel goed in beeld. En mijn broers die vonden het, en mijn zus die vonden het helemaal top. En ook in het dorp hele leuke reacties van iedereen. Dus wij vonden het helemaal te gek. Laten we eens even kijken naar een heel klein fragment uit de laatste keer dat ik bij jullie was. De hit Mon Amour was dé grote doorbraak. Bij een van mijn vele bezoekjes aan BZN kwam de kleding van Annie Schilder ter sprake. Ik ben met haar door Amsterdam door de Kalverstraat gelopen om een jurk voor haar te kopen. En het was een groene jurk met een witte stola. Een lange jurk met een boa. Het was inderdaad een lange jurk met een witte boa. Carola Smit volgde in 84 met veel succes Annie Schilder op. Tijdens een van de prachtige Symphonic Nights was daar dan de grote ontdekking van BZN, ene Jantje Smit. BZN is vaak gepersifleerd. Maar de vraag is natuurlijk, welke persiflage vonden ze zelf het beste? Ik vond ze alle twee erg goed, maar ik denk dat Kopspijkers, dat vind ik wel het allerleukste die ik gezien heb. Wat jullie niet weten is dat de maandag na deze uitzending is de Tros platgebeld met de vraag waar de single There's Always Another Saddam te krijgen was. Ja, dat is toch eigenlijk triest. Maar wel historisch. Maar goed, de jongens van Koevenoen wilden een beetje in de sfeer van Boer zoekt vrouw even een kleine felicitatie tot jullie richten. Nou, de hartelijke felicitaties voor BZN voor een 40-jarig jubileum. Ik wilde eigenlijk vragen, want ik zoek een vrouw. Carola, wil je met mij verkering?
gefeliciteerd. BZN, van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig bestaan. Wie zijn dat dan, die BZN? Wat is dat dan? Dat is muziek. Ik heb er nooit van gehoord, weet wie dat zijn. Het huis is klaar. Ja, bij zo'n feest horen natuurlijk ook officiële momenten. En namens de Stichting Nederlandse Top 40 is hier Erik de Zwart. Dankjewel, Cor. Het is het jaar van de jubilea, dames en heren. Het is onlangs nog gebeurd dat Radio 3, Hilversum 3, 40 jaar bestond. BZN bestaat vandaag 40 jaar. Maar ook de Top 40, de oudste hitparade in Nederland, bestaat 40 jaar. En wat hebben BZN en de Top 40 gemeen? Nou ja, dat is de muziek natuurlijk. En het juist optellen en aftrekken van de cijfertjes. En BZN wordt vanavond speciaal geëerd vanwege het feit dat BZN de meest succesvolle Nederlandse artiest is in de Top 40. En wint het ook van de buitenlandse artiesten. En uiteraard horen daar versierselen erbij, dus ik zou jullie willen vragen om hier op het podium te komen. Zouden jullie dat willen doen? Want we hebben een mooie oorkonde gemaakt. Jaar Top 40, 40 jaar BZN. We hebben het uitgerekend. In de Top 40 is het systeem heel simpel. Als je op nummer 1 staat, krijg je 40 punten. Sta je op nummer 40, krijg je 1 punt. We hebben al die punten opgeteld voor zowel de singles die BZN gemaakt heeft als de albums die jullie gemaakt hebben. En in ook die beide categorieën staan jullie vet nummer 1. Maar het allerbelangrijkste, ja. Maar waar jullie denk ik echt trots op zullen zijn, is dat BZN maar liefst 54 keer gescoord heeft in de Top 40. En dat is het meeste van alle artiesten die ooit genoteerd hebben gestaan in de Nederlandse Top 40. En ik heb zelfs begrepen dat er weer een kleintje op komst is. De medley staat al in de tipparade, dus dat zal ongetwijfeld nummer 55 worden. Ivo. Nou, we hebben dat geprobeerd te verzamelen allemaal. Deze award, Jan, mag ik het aan jou geven? Ja. Jij bent de sterkste van het spul. Dat is waar. Iets heel moois om op terug te kijken. Dank jullie wel en ga zo door. Ik krijg een plaats. Ik wens jullie gewoon ontzettend veel goeds. Waar zo'n klein dorpje aan het IJsselmeer groot in kan zijn. Van harte gefeliciteerd al 40 jaar lang BZN. Met de beste liedjes, de mooiste liedjes. En ook de Nederlandse groep die het langst in de Nederlandse hitparades hebben gestaan. Van harte gefeliciteerd op naar de volgende 40 jaar. En ik zou zeggen, je hebt de palingsound en je hebt de BZN-sound. Wat jullie ook meegemaken de komende 40 jaar, ik wens jullie al het goeds. Naam of geen naam, trouwens, what's in the name? Van harte, jongens. Zo, een plant zonder naam, die heb ik niet. Maar een band zonder naam, die hebben wij in Nederland al 40 jaar. Jongens, van harte gefeliciteerd. Al 40 jaar. Ik weet dat jullie nog begonnen. Betekent ook dat ik een dagje ouder word. Maar nogmaals, gefeliciteerd, hè. Ik moet je zeggen, jongens... En lady, toen jullie al 10 jaar bestonden, toen werd ik pas ontdekt door Willem Duis. Dat is inmiddels alweer 30 jaar geleden. En in de tussentijd hebben we met z'n allen mooie dingen meegemaakt. Ook verdrietige dingen meegemaakt. Hoort allemaal bij het leven. Maar ik vind het wel geweldig dat ik vanavond in jullie speciale programma een hele kleine bijdrage mag leveren. En ik hoop dat je het leuk vindt. Alsnog van harte gefeliciteerd met z'n allen en geniet ervan. Lieve Carola, mannen van BZN, fantastische collega's. Fantastisch wat hier gebeurt vanavond. Wat een ambiance. En wat een warmte. Wat een collegialiteit. Geweldig.
Ik ga mijn steentje bijdragen met een song uit jullie repertoire, waarvan ik vond dat die wel bij me paste. En het gaat over een man die legendarisch was. Zo heb je in de danswereld heb je Mr. Bojangles. En in de country scene daar heb je een hele bijzondere, legendarische man die heet Old Keller. You know what I mean? My version. Here we go, folks. Last night I went, oh so lonely and so blue. I just blame it on old time blues, the blues of Old Callahan. Well, he was born in Kentucky, far away. He would be soon the most famous man Kentucky ever knew. I took my guitar and my old country fiddle, played me a song of the old Callahan. He once was a star in the days of the Union. We all know him as the old Callahan. Well, he was born with no penny to his name. There was sorrow and there was pain. He never took the blame. While he went to town with just a guitar in his hand, he made fortune and he got paid. At last he made a great. Here we go, Walt! I took my guitar and my old country fiddle, played me a song of the old Callahan. He once was a star in the days of the Union. We all know him as the old. The old Callahan. Last night when I felt so lonely and so blue, I was playing at old time blues, the blues of old Callahan. Well, I can tell you, whenever my best friend, when you're lonely and when you're blue, just play it like I do. I played my guitar and my old country fiddle, played me a song for the old Callahan. He once was a star on the days in the Union. We all know it was the old. Bedankt voor uw enthousiasme, dames en heren. Bedankt. En geef dit superorkest eens een oorverdovend applaus. Kort Bakker, alsjeblieft. Ik ga al voor de punt voor zijn arrangement. Bedankt, Carlo. Dag, veel plezier nog. Ik ga een nummer doen dat heel gezellig is. In de Van Damme kroegen wordt het ook altijd een grijs geraakt. Of een bezig in kraken. Dat is dit. Waar ik natuurlijk zelf enorm van gezelligheid hou. En daarom heb ik gekozen om Waltzing Maria te doen. When that old Cupid's arrow comes straight to your heart, and you can't sleep at night 'cause we're living apart, you ain't sure about her, don't know what to do. Well, don't be afraid 'cause there'll be someone new. If you had so much money it makes you feel blue, then you are a poor gambler with nothing to do.
That big wheel of fortune has no plans for you. Well, don't be afraid, 'cause we all love you. Let's come together, together again, just like the old folks as they sing with the band. Like a waltzing Maria with a fire in her dark eyes. One more tequila, cling to the bed, just like the old folks, every neighbor's a friend. Like a waltzing Maria with those beautiful eyes. Well, I bought me a guitar and wrote me a song. I played a few chords, the crowd didn't stay long. They say I'm no big star, and I know that it's true. Well, don't be afraid, 'cause we all sing with you. And how did it go? Let's come together, together again, just like the old folks as they sing with the band. Like a waltzing Maria with a fire in her dark eyes. One more tequila to the band, just like the old folks that the neighbors are friends. Like a waltzing Maria with those beautiful eyes. Oh. Ik wil jullie natuurlijk hartelijk feliciteren met deze enorme prestatie. Ik heb zelf ook een beetje deel mogen maken van dit geheel. En daar ben ik jullie hartstikke dankbaar voor. Nog 40 jaar, dat redden we makkelijk. 'Cause there'll be someone new. En dan gaat u weer. Let's come together, together again. Just like the old folks as they sing with the band. Like a waltzing Maria with a fire in her dark eyes. One more tequila and cling to the bed, just like the old folks, every neighbor's a friend. Like a waltzing Maria with a beautiful eye. Like a waltzing Maria with those beautiful eyes. Like a waltzing Maria with those beautiful eyes. Dank je wel. Naast alle hoogtepunten waren er ook de onvermijdelijke dieptepunten. Carola Smit bijvoorbeeld kreeg een herseninfarct, maar ze herstelde zeer goed en vierde haar rentree met de hit Amore. Hun topproducer Roy Beltman overleed afgelopen zomer. Hier werd hij nog onderscheiden tijdens het Gouden Harp Gala. September vorig jaar overleed gitarist Dirk van der Horst. Hem vroeg ik destijds waar de groep zijn grote succes aan te danken heeft. Ja, dat weet ik ook niet. Dat misschien de juiste formule. En we zijn natuurlijk hartstikke leuk, jongens. In overleg met Dirk werd aan hem een speciaal nummer opgedragen. Hij heeft ons alles wat hij had gegeven. Zijn muzikaliteit, zijn warme laag, zijn humor en besef dat je moet leven zolang je leven.
de maag. Van al zijn pijn heeft niemand iets geweten. Een harlekijn laat ze nooit een traan. Die speelt zijn spel maar door, maar dan ineens valt het doek spontaan. Als troubadour versleet hij heel zijn leven. Als troubadour betaalt hij nu de prijs. Want zijn publiek en het applaus zijn nu verdwenen. Hij staat alleen aan het einde van zijn reis. Wat hij ons nalaat zijn geen aardse dingen. Geen vruchten van zijn succes, maar wel een dagboek vol herinneringen als wijze levensles. Zijn publiek en het applaus zijn nu verdwenen. Hij staat alleen aan het einde van zijn reis. Aan zijn tournee is plots een eind gekomen. Die stilte, het is raar. Maar als ik mijn ogen sluit, speelt hij voor mij nog eens op zijn gitaar. Het leven gaat dan weer verder en dan is er één man die geen enkele smoes kon verzinnen en ook geen enkele smoes wilde verzinnen om hier vanavond niet te zijn. Burgemeester Willem van Beek. Sterker nog, hij was de eerste die hier bij de repetities vanmiddag al zat. Hij is hier, de burgemeester, en hij mag van de trap af. Nou, dat is heel wat voor een burgemeester van Volendam volgens mij. Lieve dames en heren, jubilerende BZN. Met toestemming van mijn collega in Hilversum verklaar ik gewoon Studio 21 tot een stukje Volendam vanavond. APPLAUS. 10 jaar geleden, bij het jubileum van 30 jaar BZN, werd Jan Keizer geridderd. En vanavond, op dit prachtige feest van BZN 40 jaar... mag ik als burgemeester van Edam-Volendam met trots melden dat het Hare Majesteit de koningin heeft behaagd om te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En komt u zo naar voren, Jan Duip, Jack Veerman, Carola Smit en Dick Plat. Jan, ik benoem jou namens Hare Majesteit tot ridder. En ook voor jou, de ridderorde in Oranje-Nassau. Hartelijk gefeliciteerd, ridder Jan. Carola, met een eigen uitvoering. En dat wordt even spannend, dames en heren. Ja, hier had u niet op gerekend, volgens mij, hè?
Joke, wil jij even... Ik ga het toch proberen. Ik ga het gewoon proberen. Als burgemeester van Edam-Volendam moet je ook deze klus kunnen klaren. Ja. Dat zelfstandig naam wordt daar goed gekozen, hoor. Wat denk je, Ivo? Keurig toch? Prachtig. Dick Plat, voor jou ook de hartelijke gelukwensen. En het ereteken, de versierselen, bij de benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Wegens jullie succes van de afgelopen 40 jaar. Hartelijk gefeliciteerd. En nu gaan we ze vragen om op te treden. Maar dat is het enige wat ze niet wisten. Dus we gaan die bloemen gewoon innemen nu. Helpt u mij daarbij? Ja, doe. En dan moeten ze toch aan het slot nog even zelf ook iets doen. Vindt u niet? Zeker wel. En ik vind dat u het fantastisch gedaan heeft. Zo was dit een avond waarop we alles hebben meegemaakt. En nu moeten ze toch nog even werken. En laten we één ding met elkaar afspreken. Wat er ook gebeurt, voor dit soort programma's moet bij de publieke omroep ruimte blijven. Ook de komende 40 jaar. BZN! Oh,
like to tell you stories in a most peculiar way. With lowered voice and rolling eyes to smell of booze and beer. Beware my gypsies and because the trolls will soon be here. In crystal balls and magic bells, the rulers of the night. So draw your swords and raise it high, cause now the time is right. And he say, think of me nice. Onze website www.tros.nl